Minister Ildis Polak-Bigli is van, momenteel op uitnodiging van de Chinese regering op werkbezoek in China. Het doel van het bezoek is tweeledig, namelijk participatie in het Zuid-Zuid Mensenrechtenforum en een bilateraal overleg met haar Chinese counterpart Wang Yi. Onder het thema bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst voor de mensheid en nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van mensenrechten. Hebben vertegenwoordigers van ongeveer 60 landen geparticipeerd aan het Forum. Tijdens de openingsceremonie ging minister Polak Bigli in op het belang van het Forum voor gelijkgerichte landen binnen de Zuid-Zuid-relatie. Het mensenrechtenvraagstuk werd besproken in relatie tot het recht op ontwikkeling. Dit is een aspect waar delen van de internationale gemeenschap die een bepaald niveau van ontwikkeling en welvaart hebben bereikt, weinig tot geen aandacht meer voor hebben. Polak Bigli stelde verder voor dat uit het Forum een mechanisme voortkomt dat Zuid-Zuid-partners een platform kan geven om mensenrechtenvraagstukken aan de orde te stellen. China zou een bijzondere rol kunnen vervullen in dit vervolg. Ook is overleg gevoerd over diverse gebieden van samenwerking, waaronder handel, investeringen, economische betrekkingen en financiële dienstverlening. Minister Wang Yi heeft aangegeven de relevante instanties in beeld te zullen brengen voor de nodige follow-up. Voorts heeft Bigli haar collega uitgenodigd om volgend jaar een tegenbezoek aan Suriname te brengen, welke minister Wang Yi heeft geaccepteerd.